Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Inmiddels is de wedstrijd begonnen en Kwik in balbezit. Hey, wederom veel ruimte daar en daar helemaal. De spits, Frank van der Heijden, die kan in alle vrijheid voorgeven. Inkomende spelers. En bijna was het weer zover dat DVS achter de feiten aan moet gaan lopen. Want ja, de 1-0 was dichtbij. Overgenomen Kwik. Oh, dat is nou typisch Benjamin Roemion. Pakt daar die bal af. En natuurlijk op volle snelheid door. Maar oh, die paas die komt helemaal niet aan. Achter Jeremy Jonker, die zeer goed was meegegaan. DVS wil druk zetten. Ja, daar kan Kwik mooi onderuit voetballen. Prima. Goed gespeeld. Van Zwieten. De Kruif. Wat een prachtige paas. En binnengelopen. Nee. Niet. Daan Huiskamp met een schitterende redding. Ja, maar wat verschrikkelijk slecht afgemaakt door die spits. Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk. Als ik de beelden zo een beetje terugkijk, was het Oktay en Joran waar de afstemming niet helemaal goed was. Maar wat zal die spits of die nummer 10 balen, Bouya Yuzan, van die kans die hij gewoon binnen kon glijden. Tweede bal door Kwik gewonnen. Nu Fischer had balbezit naar de andere kant via de centrale. Maar onzorgvuldig nu dan. Door de as aanvallen. Kijken of hij ruimte kan maken op de schieten. Na een meter of twee over. Profiteren van een fout van Kwik Boys. En dat typeert een beetje het spel in deze eerste 20 minuten. Profiteren van elkaars fouten. Dat is voetbal natuurlijk ook wel een spel van fouten. Maar overal waar de bal was in het verleden stonden vrij veel DVS-spelers. Zodat er gecombineerd doorgecombineerd kon worden. En dat valt me op. Is nu niet het geval. Vaak niet. Nee, in ieder geval niet wat de bedoeling is. De drie voorste aan het werk zetten. Die moeten vooral reageren. Precies. En niet, zijn niet in controle. Hè, dat ze zelf hun loopacties kunnen bepalen. Moeten reageren op kleine momenten of fouten van tegenstanders. In ieder geval nu in de eerste 26 minuten. We hebben nog even. Dus ja. Precies. We gaan uit van een positief resultaat. En we hopen dat het zeker. Helemaal want goed DVS komt. TV staat bekend om zijn positieve verslaggevers. Heb ik het gevoel. Laat andere mensen dat maar zeggen, Piet. Robert de Vries. Kan worden weggekopt. Maar daar heb je die Dekselse Roemion weer. Mislukt schot. Robert de Vries. DVS speelt in ieder geval weer. Hij wel. Daar gaan we ons op focussen. Robert de Vries. Strakke bal op Benjamin Roemion. Wat gaat hij ermee doen? Steekballetje op Joshua Patrick. Ook die bereikt Joshua niet. Jeremy Jonker met zijn rechterbeen aan de linkerkant. Nu openen, denk ik, naar Frank van den Burg. Nee, het was tussendoor. Koen Vloedgraven. Oh. Ook weer zo'n afstemmingsfoutje. Ik wilde net zeggen, Jeremy Jonker vind ik een gunstige uitzondering. Speelt redelijk. Maar dan komt er weer zo'n paas. Buitenspel. Buitenspel. Oktay kan ons verrassen. Onderkant lat, denk ik. Komt ie. Bijna. Via de handen en dacht ik ook een stukje paal. Dat zag ik niet, maar ik zag wel handen. Mooie vrije trap. Verrassend. We gaan aan de tweede helft beginnen en we krijgen indraaiende corners. Ik weet niet of dat afgesproken werk is. Net aan de andere kant. Schuin aan de andere kant in de eerste helft. Was het. Het is een variant, denk ik. Nu moet er wat gebeuren. Daniel van Warven. Van der Heijden. In duel met Oktay Elsturk. Maar geen overtreding. Volgens de scheidsrechter. Nu dan, misschien op snelheid. Kan hij erbij? Ja, razende vaart. Hey, maar zonde. Net iets te druistig. Dat is goed. Prima. Roemion, Roemion, Roemion.
Nog steeds Roemion. Roemion. Nog steeds Roemion. Nee. Oh, ongelooflijk. Opwinding. Er gebeurt wat in de 54ste minuut. Goeie bal van Daniel Verwarven. Die de tweede helft goed is begonnen. En Roemion op snelheid centrale verdediger voorbij gekropen. Ja. Roemion. Heerlijk. Samen met Roald de Vries. Roald de Vries kan de bal daarvoor krijgen. Oh, Okturk. Okturk zeg ik. Oktay. Van Zanten. Van Zanten. Oktay Okturk. En wederom de keeper. Dit gaat net goed. En dit is nu ook ruimte voor Jeremy Jonker om in te spelen. Opening naar de rechterkant, naar Frank van den Burg. Aanname niet ideaal, maar wel in balbezit gebleven. Dit gaat minder goed. Dit is een opening. Die uiteindelijk nu dan bij de rechtsback naar de nummer 10 van Kwik. Kwik wat eigenlijk ook niks creëert. Dus daar, dat heeft DVS in ieder geval onder controle. De eerste helft hadden ze al een paar kansen gehad. Boeja Oezan. Goed, ja, goede ingreep, Frank van den Burg. Jaap Fischer. Paas naar Rashid. Van Hezen. Van Zwieten. Toch weer balbezit, DVS. En een overtreding gemaakt door Van Hezen op Joshua Patrick. Vrije trap, DVS. Tussen verdedigers door kunnen koppen als kleine Joshua Patrick. En dat levert een gevaarlijke aanval op misschien. Benjamin Roemion. Bal komt, is een hensbal van Bouazon. Spelers van DVS mogen niet meer in de muur staan. Nieuwe regel. Dat geldt niet alleen voor DVS, maar aanvallende Daniel teams. Van Warven. Nee. Nou ja. Trucje mislukt. Je kan wel een leuke truc bedenken, maar dan moet je het ook gewoon goed uitvoeren. Eens kijken hoeveel meter de scheids en de grensrechter hem geven bij deze ingooi in de hoek. Keurig. Van der Heijden. In duel met Oktay. Sleept hem voor. Joshua Patrick, hebben we een poosje niet meer gezien, Piet. Ja, inderdaad. Ben je met Roemion wel, maar... Zo. Nu dan. Nu. Daniel, waarom schiet je niet zelf? Oh. Omdat Roald de Vries ook een redelijke pegel heeft, maar... Daniel kan vanuit die positie toch prachtig die bal krullen. Houdt hij dat? Ja, linkerbeentje. Voorzet. Ja. Nee. Mooie aanval, DVS. Vind ik altijd eigenlijk wel prettig. Oeh, Van de Water kan de 16 in. Nu een gevaarlijk moment. Over het beentje, nee. En hij zit erin. De bal viel over de verdediging heen. 1 tegen 1 tegen Joran van Zanten. Begin buitenom. En kwam daarbij in positie om de trekker over te halen. Invaller nummer 12, Gino van de Water. En dan is het DVS wat moet reageren met nog, wat zullen we ervan maken? Een kwartier de tijd. Of het is Koen Vloedgraven, kort, krijgt hem terug. Oosterling zoekt het achterlijntje, concentratie voor een goede voorzet. Dat doet hij. Die bal valt een metertje over. Het zou wel heel een domper zijn als we hier vandaag uitgeschakeld worden in de eerste ronde. Dat zou de penningmeester ook niet leuk vinden. Ja. En wij het over Gino van der Waterhallen, die nummer 12 zou moeten zijn. Maar dat is dus doelpuntenmaker Ronaldo Lima Duarte López. Hé, hey. Dus, hij had het verkeerde Ronaldo. Shirt aan dan. Maar het balbezit blijft voor Kwik. En ook de ruimte hier in de hoek. Boeja Oezan geeft hem gelijk voor. Maar Oosterling ruimt goed op. Ook verdedigend doet hij zijn taak. Kan hij hierbij? Ja, dat lukt. Met wat meters ruimte. Nu de juiste keuze maken. Mark Bouwman staat niet echt op zijn voorvoeten, om het zo te zeggen. Nu wat ruimte voor Roemion in de 1 tegen 1 ook. Zoek hem maar. Ja!
Het is de 90ste minuut. En dit is een fantastisch doelpunt van onze Benjamin Roumeillon. Die niet twijfelt, zijn gewicht erachter gooit. En DVS op een 1-1 gelijke stand speelt. Kan daar... Luc, leg maar aan. Zet hem voor. Goeie voorzet. Komt-ie. Helaas. Zag hem denk ik niet helemaal aankomen. Onze Benjamin Roumeillon. Jeremy Jonker gaat hem lang zoeken. Mark Bouwman kan die verlengen. Springt te laat. Bal blijft een beetje hangen. Roumeillon naar het balbezit. Nu misschien weer naar binnen om te schieten. Kan het? Bijna de tweede. Metertje over. En ja hoor, daar is het zover. Penalties. De teams stellen zich op in een rijtje. Basil Camara neemt het initiatief om de armen over elkaar te doen. Wie is er het beste tegen het drukbestand? Is het DVS of is het Kwik? We gaan het zien. 1-0 voor Kwik. Daan Huiskamp in de goede hoek. Maar keurig binnengewerkt. Keeper maakt zich groot. Een paar Broes Grobbelaar bewegingen. Okta Ilsturk. Onberispelijk. Zijn rechterbeentje. Neemt de aanloop. Frank van der Heijden. Of Daan Huiskamp. Het is... Frank van der Heijden. 2-1 Kwik. Legt de bal zonder al te veel na te denken. Klaar. Korte aanloop. En keeper wel in de goede hoek. Twee penalties van Kwik in de linkerhoek. Daan Huiskamp. Volgende. Aan de zijde van DVS is Luc Oosterling. Verrassend. Niet de meest ervaren kracht. Sterker nog, zijn eerste officiële wedstrijd hier in, voor DVS 33 Ermelo. Maar pakt de bal op. Legt hem neer en hij heeft wel laten zien dat hij prima trap kan nemen. Goeie supporter zegt met je ogen dik, Luc. Ik denk gewoon... Had dan toch niet iemand anders de verantwoordelijkheid moeten nemen om als ervaren speler, ik noem een Joshua Patrick, of Basiel als aanvoerder, Roald de Vries, zo zijn er nog een paar. Beide keepers pakken er dus één. Daan Huiskamp. Op de lijn, Panenkaatje. Nee, hij mist. Daan heeft er plezier in. DVS aanzet. Julian eruit, de nummer 17. Vol op de pantoffel. Twee genomen. Twee gemist. Twee geraakt. Aan allebei de kanten. Daan Huiskamp pakt zijn focus. Maar dat is ook Asante. Volgende. Het is een verrassende line-up voor DVS, want nu pakt Daan Huiskamp de bal. Het verschil is dat de keeper hem nu niet kan komen brengen, want hij had hem al. Nou Daan, maakt dit jouw serie? Ja! Hij mist. En daarmee feliciteren we Kwik uit Den Haag met de overwinning na penalties hier in Ermelo. Het een middag had moeten worden waarbij we de tweede ronde hadden moeten bereiken. Is het DVS wat het laat liggen? Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies. Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland. VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen. De businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.